Dirk, wat valt er van je schouders? Nou, voor mijn schouders niet heel veel. Buiten het feit dat ik heel erg blij ben met de overwinning. Vooral voor de spelers, want die verdienen dit echt. En voor mij als beginnend trainer is het natuurlijk wel fijn dat je een keer wint. Want dat moet in dit vak, want anders heb je een probleem. Maar goed, ik heb ondanks de hele slechte start niet de druk gevoel dat het echt zeg maar, om mij ging. Maar meer om de spelers die weer vertrouwen moesten krijgen. En daarin hebben ze zichzelf voortreffelijk beloond. Door vanaf het eerste minuut de strijd aan te gaan, duels te winnen en met overtuiging de eerste goal te maken. Siert dat je dat zegt, maar van de week zei je wel van ja, ik heb er ook een nachtje wakker van gelegen. Dus een bevestiging voor jezelf is natuurlijk ook prettig. Ja, maar als ik verlies, dan dat is niet iets nieuws. Dan lig ik mijn hele leven wakker van hoe kan het beter? Hoe kan ik ervoor zorgen dat we de kans de volgende keer weer groter maken om te winnen? Ja, dat zit in het aard van het beestje. We willen altijd en overal winnen. Dat was voorafgaand nog het gesprek met John Heitinga. Dat ja, het zelfs nog niet alleen om voetbal gaat, maar elk spelletje wat we spelen willen we winnen. En als we dat niet doen, ja, dan zijn we daar doodziek van. En dat was ik vorige week vrijdag. En daarom heb ik slecht geslapen, maar niet omdat ik bang ben voor mijn toekomst. Je hebt wel een lekkere start, hè? Na 1 minuut 26. Ja, nee, maar dat is eigenlijk ja, wat ons de vorige wedstrijden overkwam. Daar hebben we nu zelf opgehamerd. Door nou ja, vanaf het eerste moment daar te zijn. En trainer Metgod zei het gisteren goed. Dat de ploeg eindigde eigenlijk heel goed in een positiespelletje wat we speelden. En ja, waarom de ploeg dat nou niet vanaf het begin deed. En dat heb ik vandaag nog in mijn bespreking meegenomen. Van nou ja, sluit je aan bij die woorden. Begin zoals je gisteren bent geëindigd. Ja, en dat hebben ze heel goed opgepakt. Wat niet makkelijk is, hè, want we hebben het over mijn spanning, mijn gevoel. Maar ja, als speler sta je op het veld. En die ervaring heb ik ook gehad. En het is niet makkelijk om dat op dit moment zo te doen. Dus daar ben ik heel erg trots op. Als je kritisch naar je ploeg kijkt, moeten ze eigenlijk naar een veel grotere score uitlopen in die tweede helft? Ja, nee, kijk, we zijn het resultaat was heel belangrijk vandaag. Maar we hadden nog veel meer, de tegenstander nog veel meer pijn kunnen doen. We hadden denk ik meer goals kunnen maken. Als we wat nauwkeuriger in de passing hadden geweest, hadden we nog meer kansen kunnen creëren. Dus er ligt ook zeker ruimte voor verbetering. Maar goed, het belangrijkste is dat we 4 goals maken en dat we ook 0 goals tegenkrijgen. Die 4 goals worden gemaakt door aanvallend ingestelde spelers, behalve je spits. Die wordt wel weinig nog gevonden, hè? Nou, ik vond Thomas vond ik heel erg goed vandaag. Als je goed gekeken hebt, zijn alle ballen vanuit Hugo lang gespeeld op Thomas. Heeft daar een behoorlijke strijd uitgevochten. Was een paar keer ook heel erg balvast, waardoor we de doelpunten konden maken. Ja, en spitsen worden vaak afgerekend op hun goals. Maar Thomas is zo belangrijk voor het elftal. Ook deze week weer voorop gegaan in de strijd. Heeft ook nog wel last van een lichte blessure, waardoor hij ook pijn heeft op dit moment met het spelen. Maar ja, dit is echt een strijder en een leider. En ik ben super blij met Thomas, ook als hij niet scoort. Maar vorig jaar was hij vaker een eindstation, daar doe ik meer op. Ja, maar nu begon de wedstrijd vandaag daarmee. Kijk, je kan zeggen van nou, we moeten hoog druk geven wat we het eerste kwartier deden. Dat hou je niet de hele wedstrijd vol. Maar je ziet ook als je inzakt dat we meerdere wapens hebben. En ja, ik denk dat Thomas heel veel goals dit seizoen gaat maken. Maar ik vind het ook net zo belangrijk dat hij deze status heeft binnen het elftal. Van hard werken, leider zijn, voorop gaan in de strijd op de trainingen en ook een balvaste spits zijn. Want dat is ook wel heel erg fijn. Tot slot, deze week was Katwijkse feestweek, maar daar komt die stem niet van, hè? Nee. Nou ja, ik zei net gekscherend van het etentje van dinsdag. Nou, dat was ook niet het geval, maar ja, je probeert je team het hele wedstrijd te coachen. Maar eigenlijk moet ik dat niet doen, want dat heeft niet zoveel zin, ze horen me toch niet. Man of the match, 2 goals en een assist. Dan kan je met een goed gevoel hier staan, hè? Zeker, ik denk dat het niet mooi had gekund. Ook met de overwinning vandaag, eindelijk. Dus ja, zo mooi. Hoe hard snakten jullie naar deze overwinning? Ik denk heel hard. We hebben 3 wedstrijden achter elkaar verloren. Dat ging met ons mentaal, denk ik, gewoon werken. En dat we vandaag gewoon hard hebben gewerkt als team. En dat we 3 punten hebben gepakt, is heel mooi. Dan zeg je wel wat, want het mentale aspect is wel het moeilijkste aspect. Klopt, dat gaat in je hoofd zitten natuurlijk. En je traint elke week hard. En dan als je eind van de week als je een wedstrijd hebt en als je dan verliest, is het natuurlijk niet lekker. Ben jij een denkertje wat dat betreft? Nee, niet echt. Meer een doener? Ja, laten zien. Nou, vandaag heb je het laten zien. Als je kritisch naar jezelf mag kijken, dan had er ook wel meer assist uit kunnen komen. Want jullie hadden met name in de tweede helft heel veel mogelijkheden nog. Klopt, ik denk dat er in de tweede helft ook nog wat kansen lagen. En doelpunten konden gemaakt worden. Maar dat hebben we niet gedaan. Maar we hebben wel gewonnen.
Hoe sta je er dan in? Genieten van die overwinning of ook gelijk even kritisch naar je eigen spel kijken? Ik denk beide. Het eerste heb je nodig, zeker na 3 wedstrijden. Ja, ik denk dat we de overwinning ons heel goed heeft gedaan. Maar we moeten nu gewoon doorpakken naar volgende week vrijdag naar Willem II. En dan gewoon weer daar de 3 punten pakken. Wat is er gebeurd met jou deze zomer? Ik denk dat ik gewoon hard ben gaan werken. Ja, gewoon extra trainen. Dat het nu gewoon uitpakt is mooi. Individueel ook? Ja. En dan acties maken, want nu maak je de acties en ga je die tegenstander wel voorbij. Daar waar je vorig jaar nog wel eens tegen werd gehouden. Klopt, dan hield ik me soms toch in, maar nu niet meer. Is de beer los? Ja, zeker. Echt? Ja. En waar gaat dat eindigen? Ik denk met een hoop doelpunt en een hoop assisten. Wat is dan belangrijker? Ik denk de assisten. Dat moet je ook zeggen, hè? Want ik weet van Ricardo Kiesina, dat is de man die zich een beetje over jou ontfermd heeft ook, dat je dat ook als buitenspeler moet doen. Zeker, ik heb vaak met Ricardo gesproken en hij zei dat ik gewoon mijn actie moest maken. Maar gewoon ja, mijn ding doen aan de rechterkant, dat doe ik nu. Goed, dat zijn woorden, dat uitzicht nu in de praktijk. Hoe voel je dat? Ja, dat voelt goed natuurlijk, dat ik nu eindelijk mag uitpakken. Ja, dan moet ik gewoon blijven doorgaan. Wat was hij dan in de boodschap naar jou aan het vertellen? Wat was belangrijk voor jou? Dat ik gewoon na actie altijd moest blijven omschakelen. En niet blijven treuren als zo'n actie niet goed gaat. Gewoon weer opnieuw proberen. Dus je kan nu naar je mentor een appje sturen van... Hé, luister, ik heb het vandaag even laten zien. Dat ga ik zeker doen. Ja? En krijg je dan antwoord of... Ja, hij reageert wel. Een trotse mentor? Ja, zeker.